Hallo dames en heren, welkom bij deze onverwachte, misschien voor jullie, maar gewoon een hele gekke, leuke bouwvideo. We hebben dit in het verleden gedaan en we hebben het lange tijd niet meer gedaan. En dat was de reden om gewoon weer een keer te gaan bouwen. Nou ja, ik niet, maar wel dit geweldige team tegen dat andere geweldige team. We hebben namelijk in de ene corner, het lijkt net zo'n bokswedstrijd, Robbie. Hey, hallo. En twee Irma. Hier doen de twee jongens dus. En aan de andere kant hebben we de twee meiden. En dat zijn... Ja, wij zijn al klaar hoor. Oh. Ja. Het was, ja, een huis gebouwd. Het was een deurthuisje. Dat klopt, we hebben begonnen. Wow. Nee, jullie gaan in de startblokken. Ik wil dat jullie met een leeg veld beginnen. Wat de bedoeling is, ze hebben 5 minuten de tijd om iets te gaan bouwen. Ik ga dadelijk een item vertellen. En dat mogen hun samen gaan bouwen als team. Ze mogen wel gaan overleggen, maar verklap niet te veel voor je eigen. En, wat doe jij? Ik ga kijken. Ik ga jury lid zijn. Ik ga het grof beoordelen. Is dat goed? Donder. Oh, is niet nodig. We gaan toch wel winnen. Jullie krijgen 5 minuten en jullie weten het. Als het nog niet helemaal af is, krijgen jullie zeker 1 minuut of 2 van mij cadeau. Dus maximaal 7 minuten. Maar het moet eigenlijk, als het na 5 minuten zoiets hebt van dat is goed, dan stoppen wij. Wat jullie gaan bouwen is zo origineel mogelijk, het moet zo origineel mogelijk zijn, een frietkraan. Oh, en dat mag. En hou het heel origineel, ja? Het moet zo origineel mogelijk zijn. Jullie krijgen 5 minuten. Jullie mogen 1 minuut eventjes blokjes gaan pakken. Dus ga in je inventory, het gaat nu in. Oh, 1 minuut. Je krijgt 1 minuut om de blokjes te pakken. En ik geloof dat daar wel kwartsblok aan toe te voegen is. En misschien werk je wel met hout. Bedenk dat het... niet mee. Ik praat er niet over. Gooi je bel, hou erop. Jongens, pak de blokjes weer hoor. Ik zie dat je niks doet. Jongens, pak de blokjes. Okay. Ja, een frietkraam dat geen frieten verkoopt. Dat keur ik af. Het moet wel frieten verkopen. Oh. En Kevin, ja, kijkt die toe. En Pieter, de Kevin. Ja. We gaan er heel rustig toekijken, Pieter. Ja. Ja. Moet een uitpaaltje frietkraam zeggen. We hebben allebei 2 gele blokjes geplaatst. Maar jongens, jullie hebben nog een paar minuten tijd. Jullie mogen nog niks bouwen. Dus zet even alles weg. Oh ja, sorry, ik was even aan het overleggen. Oké, prima. Oké. Nou, rustig aan iedereen. Jullie krijgen nog 4, 3, 2, 1 en stop. Oké, jullie mogen geen blokjes meer pakken. We gaan gelijk het tijdje resetten. Jullie krijgen de tijd. Ik tel af en jullie gaan een frietkot starten. Een eigen frietkot bouwen. Zo origineel mogelijk. Bedenk het, het gaat niet alleen om mooiigheid, maar ook om originaliteit. Ik start de video. Of het timer in 3, 2, 1, nu! Jullie mogen gaan bouwen, de 10 seconden zijn gestart. En ik ben benieuwd, Gio en Lero hebben nog niet zoveel. En ik zie dat Irma en Robbie hebben al echt een heel groot plan, zie ik. Ik ben echt heel benieuwd. En het zit nog steeds stil bij Gio en Leroy. We zijn bijna al 1,5 minuut verder. En ze hebben nog steeds niks. Gaan we maar bouwen. Moeten we nog iemand inschakelen? Moeten we zo hulp hebben? Willen jullie hulp hebben van iemand? Want Pieter staat in ieder geval reserve hier. En we hebben... Nou ja, we hebben niet veel aan. En, precies. En Kevin is hierboven. Kevin? Ja, heel mooi uitzicht. Wat zijn we doen? Jongens, Kevin meehelpen bij jullie? Is dat goed? Nee. Geen... Oké. Okay. We willen geen negazen. Oké, geen negazen. Sorry Pieter en Kevin. Nou jongens, ik hoop dat het serieus bij jullie gaat gebeuren. Een minuut is bijna voorbij. Jullie hebben nog heel weinig, maar kom op jongens. Een friet Chinees met zo'n luikje. Ik vind hier van, jongen, de meiden hebben het al heel leuk. Het ziet heel leuk. Robbie heeft de speed 12 voor geïnstalleerd. Is niet slim, Robbie. Oh, inderdaad. Nee, omdat je dan eroverheen kaast en dan ligt de friet verdomme aan de andere kant van de tunnel. Nee, Leroy, bouwen jij. Help Leroy Gio mee. Nee, oh, dat ziet er toch niet uit. Nee, inderdaad. Eentje breder. Ja, Duitse friet. Duitse vriend. 1,5 minuut zijn we bezig. Ik Er moest daar niet een kaart voor jou! Jol! Jongens, dat is vis, man. Ik doe maar wat. Ik heb een zombie bij hem. Dat is dan veel. Zo'n Duitse... Expression. Verlassen. Leroy, doe je nou ook wat, hè? Oh, jij gaat me bouwen. We zijn 2 minuten bezig. 2 minuten, jongens. Ik ga even kijken bij de meiden. Wat zijn jullie aan het maken? Wat leuk. Ziet er heel bekend uit. En dan gaan we even naar de kant kijken. Oh, als het heel bekend uitziet, is het niet origineel, hè? Dan hebben wij gewonnen. Ik kijk gewoon naar de mooierheid. We gaan met... Kevin gaat ook beoordelen met Pieter. We gaan met z'n drieën beoordelen. Zo, waarom niet? Op zouten geen bezoekers hier. Nee, ik...
Weg, Piet. Weg uit dit verdrijdig. Leeuw, ga maar lekker naar de Leeuwenkoning trots. Naar de Simba's trots. Ja. Oké, okay, de meiden gaan goed. Leuk, leuk, Roy. Oh, leuk detail. Leuk. Jongens doen ook leuk. Weg, jongens doen het terug. Ook leuk. Nee, maar zie je, de jongens doen het ook leuk. We zijn ja, ja. op Peter 2 minuten. TNT kanon. We zijn bijna al 3 minuten onderweg en we hebben nog 2 minuutjes de tijd. Wat is dit, dus, Irma? Je mag het zeggen, maar... Vertrouwen. Vertrouwen, oké. Okay. Ik zou het niet doen, niet vertrouwen. Je gaat alles slopen. Niet in de buurt. Niet in de plek komen, alsjeblieft. Ik heb een rode bal. Oh, ik denk dat we dit is het lingo? Even kijken hoor. Groen, 79, oh nee, groen. Rood. Rood. Hé, dat is jammer, Lucy Wenner loopt er weer niet door. We gaan... Ze kan dat niet houden. Het gaat als een lopend vuurtje. Lopende band daar. Lopende band weer. Lopen! Staat niet op de kaart. Oh, 4 minuten! 4 minuten oh, bezig, jongens! Nog 1 minuut! De frituur loopt leeg! Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk worden, echt waar. Ik vind het van allebei heel erg leuk. Het is heel spannend, want de meiden weten niet wat de jongens hebben gemaakt. En de jongens weten natuurlijk ook niet wat de meiden van plan zijn. Ik weet nog steeds niet wat Irma heeft gemaakt aan de rechterkant. Maar dat horen we dadelijk allemaal. We gaan erop vertrouwen dat Irma gewoon dit leuk... Oh, Irma verdwijnt. Laat maar. Nee, ik wil het zo weten, Irma. Want de kijkers vragen zich al, wat was het? Ja toch, Irma? De meeste mensen die vragen zich al, wat deed je daar? Wat betekende het? Oh, we doen allebei. Oké. Ik vind dat jullie nog wel een extra minuutje mogen krijgen. Ja, want jullie zijn nog lekker aan het bouwen. We zijn bijna op de 5 minuten, dus we krijgen nog 2 minuten maximaal tot de 7 minuten tijd. Het is spannend. Ik weet nog niet wat de teams doen. Ik ga nog even een rondje vliegen. We kunnen even kijken wat ze aan het bouwen zijn. Nou, we zien de achterkant nog niet veel gebeuren bij Irma en Roby. Omgeving is ook heel erg kaal bij jullie. Dat is een tip. Ja, maar dat hoort er wel bij natuurlijk. Een ja, je aankleding. Moest een frietkot bouwen. Ja, oké. Okay, ja, prima. Ja. Oké, okay, maar aankleding is leuk. Ik ben ook heel benieuwd. Ik ga niet kijken bij jullie binnenin en ook niet bij jullie, Roby en Irma. Ik wil gewoon nog afwachten wat jullie gaan doen. Jullie krijgen nog 1,5 minuut de tijd en dan zit het er alweer op. Oh, netjes, Roby. Oh, ja, oké, okay, zo gaat het ook. Ja. Ja. Ja, nou perfect. En misschien wat binnenin nog doen, Roby, net als de mannen doen. De wat mannen hebben zijn ook wij, allemaal... hoor. Oké, okay, nee, ja, dat zie ik niet. Hoor. Hebben jullie dat, hoor? Ja, ja hoor. Ja, hoor. Nee, hoor. Oké, okay, leuk, hoor, leuk nee, mensen. Oké, okay, het wordt nou spannend, jongens. Kevin, wat vind jij ervan? Zijn ze een beetje goed bezig hier? Ja, ja wij zijn natuurlijk super goed bezig. Ja, nou ja, ik... Ik kom bij je gras. Zo. Krastastisch. En terwijl Leroy heel lang zoekt naar de juiste painting, hebben wij nog 1 minuut de tijd. Nee, ik wil extra painting tijd. Oké, okay, painting tijd. Nee, nog 1 minuut. Echt maar 5 seconden. Het gaat goed, hopelijk. Ik ben heel benieuwd wat die meiden aan het doen ze allemaal, want Roy zien we meer buiten bezig en Leroy en Gio die bouwen eigenlijk met z'n tweeën nog niet echt een taakverdeling van jij doet dit of jij doet dat. Ze hebben een beetje van, we klooien maar wat aan. En bij Roy en Irma heb ik een beetje een structuur nou, dat ze iets echt een plan hebben. Ik denk dat Roy dat en nou ja, Irma. Mijn gevoel zegt dat. Nee. We gaan geen roken. R-O-K-E-N. Doeken. Frietkot. Kroket. Kom daar Lucille op ons af. Copyright. Jongens, nog 10 seconden. We tellen af dadelijk. In 7, Kevin. 5, 4, 3, 2, 1. En stop maar met bouwen, jongens. Jullie kunnen naar me toe komen. Maar blijf nog even nog niet kijken naar de anderen. Nee, achter en achter. Ja, ga maar bij de paal staan. Jullie ook meiden, kom maar hier. Nee, niet meer verder bouwen, kom op. Ja. En oké. Okay. Zeg maar, bij wie gaan we eerst kijken? Het is even spannend. Ja, daar. Ik denk eerst bij Roby. Ja, oké, okay, ja. kom maar mannen. Wat hebben Roby gemaakt? Nou, ja, dat is uit, gewoon Irma. Die je item nagebouwd. Dat nee, is niet origineel hoor. Oké, okay, let op. Wat hebben jullie gedaan? Ja, dat is niet vriend nagebouwd. Ja, en nou vertel. Moest kunnen we binnen? Zijn. Kunnen we binnen? Ja. Even kijken.
Kijk wat ze hebben gemaakt. Oh, we hebben wel leuk ingericht. Helemaal overtjes zie ik hier. Ziet er niet uit. Kijk, het dak ziet er niet uit. Mis detail hoor, ik vind het echt heel leuk. Ja, ik vind hem persoonlijk heel leuk. Waar zijn de leuke woordgrapjes? Ja. Kijk eens, en Pieter verkoopt al. Ja, Pieter, goed zo, dankjewel. Wordt niet in een frietkraam. Nee. Nou, ik vind hem wel leuk aangekleed. Frieten verkoopt. Ook leuk die tafeltjes. Het is bij jullie waarschijnlijk. Oké, meiden, wacht tot we naar hun gaan. Wacht even, we gaan even officieel, kijk. Even officieel. Another brick in the wall. Kom maar, Emma. Ja, dan gaan we naar hun. Another brick in the wall. Okay. Het is een echt Vlaams frietkot. Een frietkot, een Vlaams frietkot. Zo'n Belgische vlag. Ja, kijk, knal hier die vieze Belgische friet in, nu. Hij wil friet. Oké, we hebben hier de frietboer. Even kijken, Vlaamse frieten, kleine portionen, 80 euro, inclusief BTW. Kroket, Aladino, 5 euro, een verse, 1 stick, glutenvrij, die vind ik wat minder. Donald Friet, uitverkocht, jammer joh. Kaastossie, 6 kwans en niks alles. En hier hadden jullie 5 minuten voor nodig. Is het al frietuur? Wij winnen gewoon door de woordgrappen. Ik vind de woordgrappen ontzettend leuk. Ja, dit is wel een pittige keuze. En het vrouwtje is ook leuk. Ik vind het wel leuk. We zijn allebei leuk. Ja, wij zijn mannen, dus okay. Wij winnen. Ja. Ik ga even naar de jury, Kevin. Kevin, wat heb je op het loeien? Op loeien? Ik geef gewoon je vergeet hem altijd. Echt zo. Kevin, wat heb je op zeggen? Maar jammer, je vergeet het. Oké, laat maar, de mensen zijn nu alweer helemaal van... Kevin doet het niet. Je moet godverdomme je script beter lezen. Script! We hebben allemaal script! Kevin, kom maar even erbij. Kom maar, Kevin. In midden. Kom maar even op de gouden blok. Op de gouden wacht even, dan sla ik naar de volgende pagina van het script. Weet ik wie er wint. Wacht even, naar achter. Kevin. Kevin, vliegen. Weg. Nog even weg. Oké, wacht. Oké, sta maar op de gouden blok. Ja, sta je? Oké. Kevin. Ik vind die van Leroy en... ik vind die van Leroy en Gio origineel. En van Irma dan wel... En Roy iets minder, maar daardoor is die dan niet zo... minder. Nee, maar het moest origineel zijn, hè? Ja, oké. Dus hebben ze eigenlijk niet aan de opdracht gehouden. Dat het een plaatje is. Nee, het moest. Het mocht mooi of origineel. Jullie hebben wel eens een plak nagemaakt, dat is ook van een plaatje. Okay, nee, maar wij hebben geen volledige kraam nagebouwd. Oké, weet je wat we gaan doen? Om gewoon de spanning op te laten lopen, we laten mensen in de comments gewoon oordelen. Ik denk dat dat nog spannender is. En kijk dan niet naar van, ik mag Leroy meer of ik mag Rovi meer. Ik noem want iemand... dan weet ik natuurlijk, ja. Dus ja, dat is eerlijk. Nee, maar laat je eerlijk gewoon zeggen in de comments welk jij nou het leukst vindt. Wie Rovi met het leuke... plaatje waar je, of de leuke en ja Irma. De leuke stoeltjes pissen, ja en of vind je het kantoortje van Leroy en Gio leuker? Nee hoor, ik vind het wel heel leuk. Ja Pieter, wat wil je nou? Wat is er nou Pieter? Wat zit je nou altijd de frieten kotsen? Laat het weten in de comments en dan hoor ik jullie volgende keer weer verder. En ja, ik hoop dat je een leuke video vonden. Vergeet geen like te geven voor deze kanjes en vergeet niet te abonneren. En volgende keer zijn we misschien wel terug met een nieuwe bouwvideo. Dus blijf het in de gaten houden op mijn kanaal. Doei. Dag. Doei. Dag. Dag. En stem op ons. Ja. Bye. Politici hier.